In deze storytime ga ik jullie dus vandaag vertellen waarom ik gestopt ben met school. Het combineren met mijn HAVO en social media, het ging gewoon niet meer. Ik ben dus 17, maar hoe kan ik dan stoppen met school als we leerplicht hebben? Hoi, ik ben Bo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben weer terug en vandaag ben ik terug met een storytime die echt heel veel is aangevraagd nadat een TikTok daarover trending ging. Voor alle mensen die het gemist hebben, op mijn TikTok-account maakte ik een video met feitjes over mijzelf. Dit is een soort van trend op TikTok. En als feitje gaf ik onder andere dat ik 17 jaar oud was. En het tweede feitje was dat ik dus gestopt ben met school. Maar hoe kan je stoppen met school als je 17 bent, dus nog leerplicht hebt? Jullie snapten het niet! Nu is het best wel logisch natuurlijk dat dit wat vragen bij jullie opwekte. En toen vroeg ik aan jullie van, willen jullie dan een storytime over op YouTube? Waarin ik een beetje mijn situatie uitleg, wat ik nu doe, hoe ik dan gestopt ben met school, hoe dat allemaal zit. Dus dat ga ik jullie vandaag vertellen in deze storytime. Heb je zin in de video, doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik altijd, let's get started! Oké, ik ga natuurlijk even helemaal bij het begin beginnen. Ik ben dus op dit moment 17 jaar oud. Ik woon in Nederland. Ik ben namelijk ook Belgische kijkers heb. Ik woon in Nederland. En 16 mei word ik 18. Dus dat is over een paar maandjes. Maar ik ben op dit moment dus nog 17. Afgelopen jaar in 2019 zat ik in mijn eindexamenklas. En heb ik dus eindexamen gedaan op HAVO-niveau. Hoe mijn examens verliepen, et cetera, dat kan je allemaal nog steeds terugzien in die vlogs daarvan. Ik zal ze hierboven even linken. Dan kan je dat nog checken mocht je dat leuk vinden. Ik heb toen mijn examens gedaan. En wat ik er wel bij moet vertellen is dat ik de afgelopen 2-3 jaar dat ik nog op de middelbare school zat, dat was vanaf HAVO 3, 4 tot en met HAVO 5, deed ik naast al mijn schoolwerk nog. En HAVO is best wel gewoon een niveau waarbij je wel even moet doorpakken met huiswerk en leerwerk en alles, want anders red je het gewoon niet. Toen is het dus zo geweest dat ik naast al mijn vele schoolwerk ook nog daarnaast YouTube heb gedaan, TikTok heb gedaan, Instagram heb gedaan en eigenlijk alles qua video's en content maken wat ik nu ook nog steeds doe. En de afweging daarin vinden was echt heel erg moeilijk, want het een moest natuurlijk niet leiden onder het ander, maar het ander ook niet onder het een. Dus de combinatie daarvan die was eigenlijk niet mogelijk. Het was ook zo moeilijk altijd met combineren en eigenlijk kwam ik gewoon altijd tijd tekort. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik vond mijn school altijd heel erg belangrijk dat ik gewoon een diploma zou halen. Maar ik vond het maken van video's en content ook heel erg belangrijk. Omdat het gewoon iets is waar mijn passie ligt, waar ik later heel graag mee verder wil. En social media is gewoon iets wat ik niet eerst even 5 jaar aan de kant kan leggen. En dan vervolgens nog kan denken van, oh, we gaan er weer mee verder. Nee, dat is niet hoe het werkt. En je kan het ook niet half doen, want dan doe ik het niet goed. En ik wil alleen maar dingen aanleveren die goed zijn. Ik wil geen half werk posten. Dus ja, dat werkt niet. Afgelopen 2-3 jaar heb ik me dus echt uit de naad gewerkt om mijn HAVO een beetje onder controle te houden. Om het daar niet te veel onder te laten leiden. Maar ook genoeg te kunnen posten op mijn social media platform. Wat ik dus heel erg leuk vind. En dan raak je het al wel met de overgang. Elk jaar was het echt net met de hakken over de sloot over. Het hing dan echt net om de 0,1. Dus dan stond ik bijvoorbeeld een 5,6. En een 4,9 of een 4,6 en dat werd dan net niet afgerond naar beneden. Zo had ik altijd gelukspuntjes en ging dus elk jaar net over. In mijn examenjaar had ik er wel heel erg veel moeite mee en dat was het afgelopen jaar. En de reden dat ik zoveel moeite had met mijn schoolwerk was vooral omdat ik dus die 2 jaar daarvoor heel veel bezig was met mijn social media. En ik daardoor wel mijn leerwerk had gedaan, weet je. Ik haalde overal wel voldoendes. Maar dat leerwerk had ik er altijd last minute ingestampt. Dus alles wat ik bijvoorbeeld in HAVO 4 had geleerd over economie, dat was ik in HAVO 5 alweer helemaal kwijt. Terwijl anderen dat natuurlijk nog onthouden hadden en het voor hun allemaal herhaling was. Maar ik dan bijvoorbeeld in HAVO 5 het volledige economie opnieuw moest leren. Terwijl allemaal andere mensen dat dus al kenden en ik niet. Een beetje moeilijk uitgelegd, maar het hield dus een beetje in dat ik echt achter de feiten aanliep. Dat op het moment dat we dan met nieuwe stof begonnen, dan zat er ook nog een deel oude stofje van HAVO 4. En dat snapte ik zeg maar al niet, maar de rest van de klas wel. Dus we gingen gewoon verder met de nieuwe stof, waardoor ik de oude stof nog niet snapte en eigenlijk alles altijd een beetje langs elkaar heen liep. Nou, dat ik daar veel moeite mee had, dat kon je zeker weten terugzien in mijn cijferlijst in mijn examenjaar. Omdat, ja, het was gewoon allemaal zoveel. Ik wilde graag video's blijven maken, content blijven maken. Maar ja, dat diploma moest er ook gewoon komen. Toen heb ik echt bizar hard gestreden, dat hebben jullie al kunnen zien in mijn examenvlogs, waarin ik dus alles bijhield. En toen zijn mijn examens, ondanks dat mijn cijfers al niet heel goed gingen, ik ging best wel met slechte cijfers mijn examen in, en dat is natuurlijk heel erg nadelig, heb ik mijn examens best wel redelijk gemaakt. Ondanks dat ik dus best wel redelijk mijn examens had gemaakt voor mijn gevoel, maar ik voor mezelf eigenlijk wel wist van ja, als ik dit haal dan is het echt een wonder. Want ik had me er zelf in ieder geval op ingesteld dat de mogelijkheid dat ik het ging halen zeg maar dit was. En de mogelijkheid dat ik het niet ging halen dit was, omdat ik er dus zoveel naast deed. En die combinatie samen op HAVO is gewoon niet echt mogelijk.
Nou, toen kreeg ik ondanks alles dus een telefoontje dat ik niet geslaagd was, wat me eigenlijk niet verraste. Kon je ook heel goed zien in mijn video, was zo raar. Maar dat ik dus wel een herexamen kreeg. En daar was ik wel heel erg blij mee, want ik had dus nog een kans om wel te slagen. Nou, ik heb uiteindelijk mijn herexamen gedaan op wiskunde. En toen moest ik volgens mij iets van 0,3 hoog halen wat ik eerst had gehaald. Dus toen ben ik naar zo'n examentraining geweest een heel weekend lang. Van 9 uur 's ochtends tot 5 in je weekend. 3 dagen lang strijden wiskunde. Ja, het was niet leuk. Maar uiteindelijk heb ik dus mijn herexamen gedaan. Mijn herexamen ging voor mijn gevoel heel slecht. Ik vond het heel moeilijk. En ook toen ik het later ging nakijken had ik heel veel fouten gemaakt. Dus ik dacht al, ik ben er geweest. Maar toen werd ik dus gebeld dat ik wel geslaagd was. En toen had ik dus mijn HAVO-diploma in juni 2019 in de pocket. In juni 2019 had ik dus mijn HAVO-diploma in de pocket. Ik was toen net 17 geworden. En het leukste was dus nu natuurlijk dat ik het gehaald had. Want ik ging er zelf al van uit dat ik het eigenlijk niet zou halen. Dus dat betekende dat ik dan nu dit jaar nog een keer HAVO 5 had moeten overdoen. Maar ik zag dat zo niet zitten, want dan moest ik nog een jaar langer alles proberen te combineren. En dat maakt je zo op qua tijd, omdat eigenlijk elke minuut van de dag die ik over had, was ik bezig met of mijn huiswerk of dit. Omdat het de combinatie, het was echt, de weegschaal was het gewoon niet in balans. Het was dit en dit en dit. Dus ik was zo blij dat ik het gehaald had. Omdat er echt een last van mijn schouders viel. Dat ik dus gewoon me vanaf toen fulltime kon gaan focussen op YouTube. Nu is het dus zo dat vorig jaar begin januari. Je moet dan altijd in januari, februari, maart, april. Een beetje die periode. Voordat je dus examen gaat doen. Moet je al een vervolgopleiding gaan kiezen. En moet je daar zo in gaan schrijven. Zodat je dan in september 2019, het volgende schooljaar, kan beginnen met je opleiding. Nu was het bij mij dus zo dat ik zo druk was met alles. En ik eigenlijk ook niet echt vertrouwde in dat ik het zou gaan halen. Mijn ouders overigens ook niet. Omdat het, ja, niet dat ze mij dom vonden of dat ze zoiets hadden van ja, Bo kan dat niet. Maar gewoon meer omdat ik mijn focus zo erg ook had op social media en de content daarvan. En ik daarom soms school gewoon wat meer links liet liggen. Zijn mijn keuzes trouwens, dus ik snap als mensen daarop tegen zijn. Maar dat was echt vooral mijn gevoel en hetgeen hoe ik het gevoel dat ik het had moeten doen. Nou, nu zie je erbij natuurlijk wel aankomen. Ik had me niet ingeschreven voor een opleiding. Dus in september had ik niks. Ik kon nergens mee beginnen. Ik had natuurlijk vanaf juni tot en met de volledige zomervakantie had ik alle tijd om alles te doen met YouTube, social media, alles lekker uit te breiden, lekker veel video's te maken. En dat heb ik ook zeker weten gedaan. Toen had ik me dus in september niet ingeschreven voor een opleiding. En inmiddels was ik er eigenlijk al over uit dat ik dat wel heel erg lekker vond. Dat ik dan dus een tussenjaar had waar ik nu in zit. En in het tussenjaar ben ik er eigenlijk achter gekomen, want ik heb wel natuurlijk research gedaan naar opleidingen. Dat alle opleidingen eigenlijk die er op dit moment zijn. Je hebt natuurlijk wel media op mijn opleiding, omdat ik daar heel graag wat mee wil doen. Je hebt wel dingen met actrice, dat vind ik heel erg leuk. Maar het zijn allemaal opleidingen waarvan ik zoiets heb van, is dit dan hetgene waarmee ik verzekerd ben van hetgene wat ik later wil gaan doen? En daarom is het antwoord eigenlijk overal nee. Want ik bedoel, ik kan wel een actriceopleiding doen, ik kan wel een mediaopleiding doen. Maar zo'n opleiding betekent niet direct succes. Het is alleen gewoon ervaring. Je leert dingen, je leert tactieken eventueel. Het maakt je makkelijker, maar het is geen voorwaarde tot succes. Toen heb ik voor mezelf besloten om het eigenlijk gewoon heel rustig aan te doen. En alles op mijn eigen gevoel op te bouwen. Samen met mijn ouders natuurlijk, die helpen mij daar heel veel in. En daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Het gaat heel erg goed. Wat we allemaal aan het opbouwen zijn, kan ik nog niet veel over vertellen. Omdat het allemaal nog even behind the scenes blijft. Het is allemaal nog een beetje secret. Sorry daarvoor. Maar wat ik dus op dit moment aan het doen ben, is heel veel dingen voor mezelf. Ik ben heel erg aan het focussen op het maken van video's, content. Ik ben dingen aan het uitbreiden. En daarnaast ook echt totale andere wegen die ik op dit moment aan het ingaan ben. Dus heel veel andere nieuwe dingen die ik aan het proberen ben. En wat ik echt mega leuk vind. Ook ben ik daarnaast bezig met mijn rijbewijs. Dus dat glitter ook allemaal lekker tussendoor. Maar goed, dan gaat vast in jullie hoofd nog de vraag rond. Maar Bo, je bent dus nu 17. Je hebt je HAVO-diploma. Maar je bent nog geen 18. Dus hoe zit dat dan met leerplicht? Nou, ik wist het zelf dus ook niet. Maar het is dus zo dat op het moment dat je een HAVO-diploma haalt, gaat ook voor VWO. Ik weet niet of het bij MAVO en lager is. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar het ligt in ieder geval aan welk niveau je hebt gedaan en waar je dan examen hebt gedaan. En dan zijn er bepaalde eisen waar je moet voldoen. En dan mag je dus onder je 18e stoppen met school. Nou, bij HAVO is het dus het geval. Als je een HAVO-diploma haalt, dan betekent dat dus dat je eigenlijk in principe klaar bent met school. In ieder geval, je hoeft dan niet tot je 18e verplicht door te studeren of naar school te blijven gaan. Nu is het wel zo dat stel ik had mijn examens niet gehaald, dan zou ik HAVO Sprint gaan doen. En dat is eigenlijk een versnelde soort HAVO. Dus stel ik zak dan op geschiedenis, wiskunde en economie. Dan zou ik in mijn tussenjaar, dus dit jaar,
In het nieuwe schooljaar zou ik dus alleen die drie vakken gaan doen. En daar zou ik dan alleen les in krijgen. En dat is dan eigenlijk een soort van opleiding, maar dan haal je dus HAVO versneld. Wou ik die opleiding nou gaan doen als ik 17 was, dan mocht dat niet. Omdat ik nog niet in bezit was van een geldig diploma. En ik dan niet aan voldoende studieuren per week kwam. Omdat ik dan dus maar 3 vakken deed en dat mag niet. Hoe dat allemaal in elkaar zit is echt mega raar. Maar ik ben er dus voor achter gekomen. Want voor mijn examens ben ik dat stiekem eens even gaan uitzoeken. Hoe dat nou allemaal zat. Want stel ik haal dat dan niet, dan had ik dus gewoon nog een jaar op mijn middelbare school moeten blijven. En dan had ik dus alle vakken opnieuw moeten doen, want HAVO Sprint was dus voor mij geen optie omdat ik nog geen 18 ben. Dan was dit mijn kort, maar toch wel krachtige storytime over dus de reden waarom ik gestopt ben met school, wat ik op dit moment doe en eigenlijk een beetje een soort van ook live update van wat ik dus nu allemaal aan het doen ben. Ik hoop in ieder geval dat jullie het een hele leuke storytime vonden. Vond je me leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En mocht je leuke video ideeën hebben, laat ze dan ook altijd even hieronder achter. Mocht je trouwens nog vragen hebben over iets, dan mag je dat ook altijd even laten weten. Dan kan ik ze altijd beantwoorden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!